Makiza die biedt trainingen aan en opleidingen. Allemaal in het kader van het implementeren van ervaringsdeskundigheid. Wat goed is aan onze opleidingen is dat we niet alleen naar de opleiding aan zich kijken, maar naar het totaalplaatje. We trainen de medewerkers binnen instellingen, we adviseren bij de implementatie van ervaringsdeskundigheid. Ervaringsdeskundigheid is, ja, vaak wordt het heel vaak genoemd, maar wat het eigenlijk voor staat is dat mensen hun persoonlijke ervaringen daarop reflecteren. En dat doen ze individueel en collectief. En daar vaardigheden bij aanleren om het in te kunnen zetten voor een ander. Om hun eigen verhaal te koppelen naar inzet, naar werk. Dat is eigenlijk wat mensen leren. Een ervaringswerker is iemand die werkt met hele specifieke competenties en de competenties bondgenootschap. Die werkt vanuit wederkerigheid, dus die zet in contact met de ander zijn eigen kwetsbaarheid in. En daardoor ook een ander hoop te laten krijgen dat er ondanks de kwetsbaarheid dat je er goed mee kunt leven en dat je daarmee iets kunt bereiken. Een ervaringswerker die kan bijvoorbeeld in een team vanuit het cliëntenperspectief zaken vanuit een ander oogpunt belichten. En dat kun je alleen als je zelf dingen doorleefd hebt. Want dat is eigenlijk het belangrijkste eigenlijk van de ervaringswerker. Die werkt niet vanuit een empathisch inlevingsvermogen, maar vanuit een doorleefdheid. Leuk dat je er bent. Ja, dank je. Mooi. Ja, ik dacht ik kom even bij Makiza, want ik heb echt iets heel leuks te vertellen. Nou, kom ja, op, vertel. Ik heb een nieuwe baan. Gefeliciteerd. Ja, dank je. Wat ga je doen? Ik ga starten bij de gemeente als generalist. En ik neem mijn deskundigheid als ervaringsdeskundige neem ik mee. Dus dat wordt mijn expertise. En daar mag ik gewoon heel veel leuke dingen mee doen. Dan heb je de hele weg afgelegd. Je hebt herstel doe je zelf, heb je gedaan. Ja, werken met eigen ervaring. Ja. Toen mbo-ervaringsdeskundigheid op het SUMMA. Ja. Toen ik zelf het vak instapte, nu een jaar of 6 geleden. Toen was er eigenlijk maar heel, heel klein beetje begin met opleidingen. En toen kon je eigenlijk heel vaak aan de slag op basis van, we geloven wel in je, jij kunt dat wel. Maar nu zie je dat het vak steeds verder professionaliseert. Zorgverzekeraars vragen dat, organisaties willen dat. Ja, toen hebben we bij Makiza gedacht van als het dan toch die kant op gaat, laten we dat dan ook goed ontwikkelen. En laten we dan zorgen voor goede trajecten op alle niveaus, tot en met HBO aan toe. Ze hebben me hier toch als cliënt binnengehaald en ja, ze geloofden in mijn mogelijkheden en in mijn kansen. Die ik zou kunnen hebben op de arbeidsmarkt. Ja, wij zagen talent in Pascal en hebben toen op een gegeven moment met haar ook het gesprek aangeknoopt van goh, zit er niet nog veel meer van jou in het vat? En uiteindelijk is ze ook geselecteerd voor het mbo-traject ervaringsdeskundigheid. En dat heeft ze in 3 jaar goed doorlopen en is nu gewoon een hartstikke goede professional. Ervaringsdeskundigheid komt eigenlijk in ieder beroep terug. De vraag is nu wanneer die werkgevers die omslag maken en hun deuren gewoon wat wijder openzetten voor al die ervaringsdeskundigen die ook bij het UWV ingeschreven staan. Wat betreft de samenwerking tussen Makiza en UWV zijn er 2 partijen die prima bij elkaar aansluiten. Omdat juist Makiza ervoor zorgt waar ook het UWV voor staat. Aandenkens en kansen, nou, dat doen we als UWV ook. En ten tweede zoeken we voor duurzame uitstroom voor kandidaat op die arbeidsmarkt. Makiza is een coöperatie. We zijn uniek in Nederland, want binnen onze coöperatie participeren naast werkgevers en uitkeringsinstanties ook onderwijsinstellingen. En gezamenlijk zorgen we ervoor dat er kwalitatief goede trainingen en opleidingen voor ervaringswerkers ontwikkeld worden. Ik vond het heel fijn om met haar te werken. Zij is echt, zij werkt vanuit haar gevoel. En dat werkt bij de mensen beter. En ik denk dat een ervaringsdeskundige daar dat ook van nature gewoon heeft. Makiza heeft oog voor alle aspecten binnen het traject tot ervaringswerker. Niet alleen tijdens de opleiding, maar ook daarna biedt Makiza coaching. Op dit moment doe ik de ARI-opleiding. Het is naar mijn gevoel toch wel een pittige opleiding. In het begin onderschat ik dat. En het geeft me toch wel een verbreding. En er zijn ook een hoop coachingssessies waar ik eigenlijk het meest uit haal. Door wat meer stil te staan bij mezelf. Hoe reageer ik op mensen? Hoe reageer ik in situaties? Onze leerlingen lopen een stage bij verschillende werkgevers. We krijgen hele positieve reacties terug uit het werkveld. Met name omdat wij toch wel hoge eisen stellen aan onze leerlingen. En we leveren echt kwaliteit als het gaat om de begeleiding. De uitkomst van, je weet, er is
focus op de coaching en er is focus op het beroepstuk, op het werknemersstuk. Dus dat je op beide sporen aan het eind weet wat voor resultaat je hebt. Nou, je ziet de ontwikkeling bij ons nu wel ontstaan, dat er gewerkt wordt vanuit wetenschappelijke kennis en de professional verpleegkundige socio. En dat je daar nu een derde kennisbron bij gaat hebben, de ervaringsdeskundigheid. Maar dan moet je die ook wel als beroepsgroep erkennen en neer gaan zetten. En ik denk dat daar, in samenwerking met Marquise, dat we daar goed mee bezig zijn. Nou, mijn eerste dag gaat beginnen. Ik vind het echt super spannend, maar ik heb er ontzettend veel zin in.